Hallo en welkom bij het tweede deel van deze reeks video's over de geschiedenis van het Midden-Oosten. De vorige keer heb je geleerd over de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. In dat eeuwenoude Islamitische wereldrijk leefden vele volkeren samen, maar onder invloed van onder andere het nationalisme kromp het rijk en groeide de verdeeldheid. Frankrijk en Groot-Brittannië profiteerden van de verzwakking en van hun eigen technologische voorsprong op de Ottomanen. De opening van het Suezkanaal en de ontdekking van aardolie maakten het Midden-Oosten enorm aantrekkelijk voor deze geïndustrialiseerde en imperialistische grootmachten. De Eerste Wereldoorlog, waarin het Ottomaanse Rijk aan de kant van de uiteindelijke verliezers, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, vocht, betekende het definitieve einde voor het ooit zo grote en machtige Rijk. In 1923, toen de Republiek Turkije werd opgericht door Atatürk, hield het Ottomaanse Rijk op te bestaan. De twee volkeren die het meest aan bod kwamen in de vorige video waren de Turken en de Arabieren. Vandaag richten we onze blik op het Joodse volk, dat ook een lange en veelbewogen historie in deze regio heeft. Ik ga je eerst kort iets vertellen over de geschiedenis van het Joodse volk en daarna bespreek ik in meer detail de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël. De geschiedenis van het Joodse volk begint ver voor onze jaartelling en speelt zich grotendeels af in het huidige Egypte en Israël. Joden vormen niet alleen een religieuze groep rondom het Jodendom, maar ook een culturele gemeenschap rondom eeuwenoude rituelen en een gemeenschappelijke geschiedenis. Die geschiedenis wordt aan de ene kant gekenmerkt door culturele, economische en wetenschappelijke welvaart, maar anderzijds ook door armoede en onderdrukking. Rond het jaar 0 werd het toenmalige Joodse koninkrijk Judea ingelijfd bij het Romeinse Rijk. Maar na een bloedige opstand in het jaar 70 werd de heilige stad Jeruzalem verwoest en werden de Joden zelf uit hun thuisland verbannen. Vanaf dat moment raakte het Joodse volk steeds verder over de hele wereld verspreid, ook in Europa. Die verspreiding over de hele wereld wordt de diaspora genoemd, een Grieks woord dat verstrooiing betekent. Maar als immigranten die overal een minderheid vormen, met een onbekend geloof, met hun eigen rituelen en hun eigen taal en een heel sterk groepsgevoel, werden de Joden veelal als buitenstaanders gezien. Ze kregen vaak te maken met uitsluiting en vervolging. Deze specifieke vorm van haat en discriminatie tegenover Joden wordt antisemitisme genoemd. Het absolute dieptepunt van het antisemitisme is de holocaust of Shoah toen het naziregime in Duitsland doelbewust zo'n 6 miljoen Joden vermoordde. Maar daarover zo meteen nog meer. Onder invloed van het nationalisme van de 19e eeuw, dat ik in de vorige video al besprak, begonnen ook de Joden te verlangen naar een eigen thuisland. Bovendien zorgde het groeiende nationalisme in de Europese landen ervoor dat ze nog meer als buitenstaanders werden gezien, hoewel sommige Joodse families dus al honderden jaren in die landen leefden. Het verlangen van de Joden om terug te keren naar het land van hun voorouders, Palestina, noemen we het Zionisme, dat is vernoemd naar de heilige berg Zion, vlakbij Jeruzalem. En dat brengt ons bij de leerdoelen van vandaag. Want na het kijken van deze video kun je een beschrijving geven van het ontstaan van de staat Israël aan de hand van de begrippen Zionisme, Balfour-verklaring en Holocaust. En daarnaast kun je een verklaring geven waarom de Joodse staat is geboren uit onrecht en is gegrondvest op onrecht. De ontstaansgeschiedenis van Israël begint dus met het nationalisme en het Zionisme aan het einde van de 19e eeuw. Anders dan andere nationalistische bewegingen in het Ottomaanse Rijk, die vooral volkeren aanspraken die al in het Rijk woonden, was het Zionisme een wereldwijde beweging. Een grondlegger van die internationale Zionistische beweging was Theodor Herzl. Hij schreef een bestseller waarin hij Joden opriep om het antisemitische Europa te verlaten en een eigen staat op te richten in Palestina, in het Ottomaanse Rijk. Hoewel de Ottomaanse sultan bepaald niet enthousiast was over deze plannen, zagen de Britten wel wat in het Zionisme. Want voor de Britten zouden er veel voordelen kleven aan een pro-Britse Joodse staat. Met vrienden in de regio zouden ze namelijk vrije toegang hebben tot de olievelden en het Suezkanaal. Bovendien viel Palestina onder hun toekomstige mandaatgebied, zoals je in de vorige video hebt kunnen zien. De Britse regering gaf met de Balfour-verklaring in 1917, genoemd naar de minister van Buitenlandse Zaken, publiekelijk uiting aan hun steun voor een nationaal tehuis voor het Joodse volk. Maar het zou geen exclusief Joodse staat moeten worden. Maar een samenwerkingsproject tussen Arabieren en Joden voor de ontwikkeling van heel Palestina. Maar door de massale trek van Joden naar Palestina en het groeiende nationalisme van de Arabieren die daar woonden, liepen de spanningen tussen beide volkeren steeds verder op en werd er ook regelmatig gevochten. David Ben-Gurion was de sterke leider van de Joden. Onder hem konden de vele hoogopgeleide Europese Joden zich razendsnel organiseren en ontwikkelen. Hiertegen konden de Arabische Palestijnen, die vaak arme boeren waren, weinig beginnen. Na de grootschalige jodenvervolgingen, toen bleek dat miljoenen joden in georganiseerde campagnes door de nazi's waren opgejaagd, gedeporteerd en vermoord, was de schok onder de Europese politici enorm. Als er een moment was waarop de roep om een Joodse staat het grootst was, dan was dit het wel. De holocaust wordt door veel Israëliërs ook vandaag de dag nog gezien als het bestaansrecht van Israël. En toch. De grote aantallen Joden die in Palestina aankwamen, dreven de spanningen nog verder op in de periode tussen 1945 en 1948. Het lukte de Britten niet om de orde in hun mandaatgebied, want dat was het nog altijd, te herstellen. De Verenigde Naties, die was opgericht na de Tweede Wereldoorlog om de wereldvrede te handhaven, besloot dat beide partijen ongeveer de helft van het grondgebied in Palestina zouden krijgen. Maar daar voelden de Palestijnen niets voor. Het geweld tussen de Arabieren en de Joden nam toe, en de Joden ondernamen systematische, gerichte acties tegen de Arabieren. Maar ook de islamitische Arabieren, die zich tegenwoordig Palestijnen noemen om zich zo te onderscheiden van de Joodse Israëliërs, maakten zich in deze periode schuldig aan geweld. Beide groepen zien de ander vooral als dader en zichzelf vooral als slachtoffer. Maar in die periode werden er over en weer bloedige aanslagen gepleegd. David Ben Gurion, die al tientallen jaren een van de belangrijkste figuren in de Zionistische beweging was, riep op 14 mei 1948 de Israëlische onafhankelijkheid uit, waarmee Israël werd opgericht als onafhankelijke Joodse staat, omringd door een uiterst vijandige Arabische wereld. Wat voor de Israëliërs een wonderjaar was, was voor de Palestijnen een rampjaar. Israël werd al snel een soort militair fort, beschermd door een hypermodern leger, tot op de dag van vandaag. En daarmee komen we aan het einde van deze video. Als het goed is kun je nu aan de hand van de begrippen Zionisme, Balfourverklaring en Holocaust een beschrijving geven van het ontstaan van de staat Israël. En hopelijk kun je ook verklaren waarom de Joodse staat is geboren uit onrecht en is gegrondvest op onrecht. Dankjewel voor het kijken en ik hoop je snel weer te zien.